mensen, welkom terug op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Ja, zometeen een nieuwe reading voor het teken van Leeuw. Het is een algemene collectieve reading, dus het zal nooit met iedereen resoneren. Kijk dan eventueel je maan, je ascendant of je zon of je maanteken. In ieder geval wil ik natuurlijk ook iedereen hartelijk bedanken. Ja, die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. En uit dankbaarheid wil ik iets terug doen. Wat moet je doen? Niet heel veel voor de mensen die al geabonneerd zijn. Die hoeven natuurlijk niet te abonneren. Die zijn al geabonneerd. Maar mocht je nog niet geabonneerd zijn, is dat natuurlijk wel ja, iets wat ik vraag. Het is kosteloos. Dus ja, dat scheelt natuurlijk alweer. En ik vraag je om deze video te liken. En ja, je maakt daarmee ook nog kans op dit prachtige deck van de Elemental Orakel. Het enige wat ik dus vraag is deze video te liken. En onder de comments te zetten dat je dat graag wilt. En dat kan door middel van een rood hartje voor de persoonlijke reading. En een paars hartje voor dit prachtige deck. Nou, dat was het. Dus dat valt best mee. In ieder geval heb ik al wat kaarten uitgepaneld voor jullie lieve leeuw. Ik hoop dat het goed met jullie gaat natuurlijk. Ik heb hier als eerste Ascensions. En dat is een prachtige kaart. Dit is waar je de focus op moet leggen. Dus de focus is eigenlijk dat je op spiritueel pad je verder moet ontwikkelen. Je bent al heel ver gekomen, maar het is belangrijk ook om door te zetten. Want ik zie hier als blokkade de Explorer. En het kan zijn dat je soms een beetje de weg kwijt bent. En dat klinkt misschien heel negatief, want je bent natuurlijk al heel ver op spiritueel pad. Of op andere gebieden van je leven. Maar het kan zijn dat je soms steeds met iets nieuws bezig wil. Dat je steeds op avontuur wil. Dat je eigenlijk geen rust vindt. En Spirit zegt eigenlijk, het is belangrijk om ook eens te focussen. Ga naar binnen en explore daar eens hoe het voelt als jij niet steeds onderweg wilt zijn. Want het kan zijn dat je steeds nieuwe mensen wilt ontmoeten. Of nieuw dit, of dit weer aanpakt, of dan weer dat. En dat doe je eigenlijk omdat je onrust vindt. En je bent al heel ver op spiritueel pad, maar focus eens op één ding. Zodat je het ook af kunt maken, zodat je ja, ook je weg kunt volgen. En ik heb hier, ja, een hele mooie kaart. Dit is waar je aan zou moeten kunnen werken. Aan zelfliefde. En dat kan dus zijn dat je daarom soms ook onrustig bent. Dat je steeds weer iets zoekt eigenlijk buiten jezelf. Om dus ja, je ontwikkeling eigenlijk verder te maken. Maar het is ook belangrijk om dingen af te maken. Want ben je steeds zoekende, dan heb je geen rust. En dat is een beetje hetgene waar je tegenaan loopt, heb ik het gevoel. Wat mag ik weten? Empathy. Ja, yeah, I'm open to seeing both sides of the situation. Dus het kan zijn dat, ja, dus niet iedereen loopt natuurlijk op hetzelfde pad. En dat is natuurlijk oké. Okay. Iedereen mag natuurlijk ja, zijn wie die mag zijn. En zoals dat jullie dat zijn, mag een ander dat ook. En ja, jullie beginnen dat ook meer te begrijpen. Jullie zijn natuurlijk soms, ja, kunnen wel in ego schieten. Hoeft natuurlijk niet altijd, maar jullie zijn natuurlijk wel vuur, hè? Dus jullie kunnen wel echt, ja, je mannetje staan. En het is ook belangrijk om empathie voor een ander. En daarmee, ik denk dat je daar ook wel hard aan hebt gewerkt. Dus wat ik eigenlijk zie, dat dat misschien soms een issue was. Dat jij heel erg je eigen zin wilde doordrijven. Dat klinkt misschien negatief, maar dat kunnen leeuwen natuurlijk. Want die, ja, die staan wel hun, jullie zijn wie jullie zijn. En ja, dat is nogal wat. En niet iedereen kan over die energie. Maar jullie hebben geleerd om wat meer ook het van een andere kant te bekijken. En wat milder daarmee om te gaan. En dat is heel goed. Want dat is eigenlijk het pad ook. Het inzicht waar je misschien ja, aan hebt gewerkt. En niet dat jullie niet empathie hadden voor anderen. Dat is eigenlijk niet wat ik bedoel te zeggen. Maar meer dat je begrijpt ook waarom anderen misschien andere keuzes hebben. En dat je het ook van een ander perspectief kan bezien. Dat je dat nu beter kan. In ieder geval trots. Oké, ja. Nou ja, dat zijn jullie, hè. Dus dat is wel grappig. I love myself and I see myself in everyone. Ja, dit is dus je blokkade. Of dit ligt onder blokkade. Dus het kan zijn dat je een soort van ego kan hebben. En dat je soms in de weg staat. Dat jij ook alles wil kunnen. Misschien daarom steeds nieuwe dingen aangaat. En steeds weer dit. En jullie kunnen natuurlijk heel veel. Maar het is ook belangrijk om dingen af te maken. En ook liefde aan jezelf te geven. Niet je steeds maar te willen bewijzen voor een ander. Want dat jullie zijn, willen jullie zijn. En jullie hoeven je niet te bewijzen. Jullie zijn al goed genoeg. Jullie zijn creatief. Jullie zijn
In het zeil van het tarot. Dus jullie zijn al goed. En wat mag ik weten over die zelfliefde? Oeps, heel veel. Ja, angst heb ik hier. Blame, ja. Wauw, dit zijn er heel veel. Grow. En healed. Ja, het kan zijn dat deze aspecten jou kunnen helpen om eigenlijk zelfliefde te ontwikkelen. En dat begint met groei. En misschien moet je ook eens kijken hoe ver je al bent gekomen. En niet altijd maar vooruit willen, maar sta stil en ga eens rustig naar wat je al hebt bereikt. En dat is heel belangrijk, want daarmee kan je dus ook je awareness, je blik ook vernieuwen. En vernieuwen naar jezelf, want dat is heel belangrijk. Want jullie zijn heel belangrijk en held. Ja, dus je moet ook psychisch, maar ook goed voor jezelf zorgen. Dus goede voeding en dan ga je jezelf ook beter voelen. Waardoor je dus ook zelfliefde voor jezelf kan creëren. En eigenlijk de schuld niet bij jezelf neerleggen. Iedereen is hier natuurlijk voor een reden. En soms lopen dingen zo. Accepteer ook wees ook dat je zelf ook verantwoordelijkheid hebt. Maar tot zover. En dat soms sommige dingen niet in de hand hebt. En laat die schuld ook los. Jij kan niet de hele wereld dragen. En dat is ook een dingetje wat je misschien hebt moeten leren om dat dingen gewoon soms gaan zoals ze gaan. En het is belangrijk dat je ook gaat leren als je jezelf niet hebt, dat je alles kan bereiken, mits jij er ook in gaat geloven, maar ook dingen afmaakt in je leven. Zodat je die angst die je hebt gehad, of misschien soms nog hebt, dat je gewoon, dat je ook wordt getest en dat jij dat je eigenlijk alles vanuit liefde moet gaan bezien. En dat gewoon een stuk verlichting gaat geven. En ook een stuk rust in jezelf. Zodat je ook kan accepteren dat gewoon jij er ook mag zijn. En dat je niet de hele wereld hoeft te dragen. En dat je niet iedereen hoeft te helpen. En dat je jezelf mag helpen. En dat je zelf trots mag zijn in hetgeen wat je hebt bereikt. En waar je nu staat. Wauw. Zodat je die liefde ook voor jezelf en voor de mensen om je heen ook uit kan dragen. En niet door steeds maar nieuwe dingen aan te gaan. Of te laten zien hoe goed je bent. Of het buiten jezelf te zoeken. Maar meer gewoon in jezelf. En dat je gewoon achterover kunt leunen. Zonder die onrust. Want jullie zijn natuurlijk workaholics. En jullie gaan maar door. En jullie hebben geen rust. Maar dat is wel belangrijk. Om je te focussen op jezelf en op één ding. En dat ook volledig uit te breiden. Zodat je daar ook gewoon goed in bent. En jullie zijn natuurlijk goed in heel veel dingen. Maar het is ook belangrijk om dingen af te maken. Zodat je ook voldoening uit jezelf haalt. En die zelfliefde. En ook trots op jezelf kan zijn. Jullie zijn natuurlijk trots. Die ligt hier. Maar draag het ook naar jezelf. Wat mag ik nog weten van dit deck? Wat mag ik weten voor de lieve leeuw? Ja, knowledge. Kennis. Prachtige kaart. Echt een vuur, voel ik. wat nummer is dit? 32. Nummer 5. Nou, dat is heel mooi, want dat zijn jullie natuurlijk. In de tarot. De juiste bronnen van informatie vinden om je kennis te vergroten. Niet alles is waardevol voor je. Maak een selectie
die aansluit op de behoeften en je ambities. Ja, wat ik al zei, dus ren niet overal heen. Je hoeft niet alles te weten of je hoeft niet... Als je één ding op focust, dan word je daar gewoon heel goed in. Dan master je dat. En dat is heel belangrijk om dat ook te doen. Gaan we eens kijken met de tarotkaart. Wat mag ik weten? Wat is er in het verleden gebeurd? Ik heb hier in het verleden, kan het zijn dat jij veel liefde hebt gehad van iemand of dat iemand een mooie liefde voor jou had. Of dat je een liefdesaanbieding hebt gekregen. Kan ook emotioneel vlak zijn, maar in ieder geval, of je hebt veel liefde gegeven, dat is eigenlijk wat ik meer voel. Of te veel liefde gegeven. Maar in ieder geval heb jij een karmische situatie moeten volbrengen. Je zat vast eigenlijk in een soort patroon. En dat waren eigenlijk je gedachten met de acht van zwaarden. De acht van zwaarden is best wel een hele pittige kaart in het tarot. Want dat zegt eigenlijk dat je gevangen zit. Dat je geen uitweg vond in een bepaalde situatie. Je was teleurgesteld. Want je hebt veel liefde gegeven. Het kan zijn dat je te veel van jezelf hebt gegeven. En dat kostte jou heel veel energie. Waardoor je eigenlijk teleurgesteld bent geweest in hetgeen... Wat je eigenlijk aanbood. Het vervulde niet. Het kan ook zijn dat iemand anders jou heel veel liefde heeft aangeboden. Maar dat je dat dus niet zag. Maar in de nabije toekomst, nu eigenlijk, zie ik dat jij heel veel stappen hebt ondergaan. Het kan zijn dat je een cursus bent gaan doen. Of dat je een contract hebt gesloten. Of in ieder geval dat je bezig bent om jezelf te ontwikkelen. Het kan zijn dat je een samenwerking gaat doen. Of in ieder geval... Ja, een spirituele commitment of een spiritueel hoger niveau komt. Dus dat je daar iets mee gaat doen, waardoor jij gewoon voldoening krijgt. Want ik zie hier de acht van de staven. Dat kan een communicatiekaart zijn, maar het staat ook heel erg voor dat er alles op één lijn komt voor je. Dus je weet waar je staat op dit moment en... Dat gaat ook met, je kan ook beter met je intuïtie werken. Dat gaat als een sneltrein. Dus je bewustzijn, onderbewustzijn en je bewustzijn kan je gewoon beter schakelen. Waardoor jij dus super veel op dit moment aan kan. Je hebt echt wel een moeilijke periode achter de rug. Maar door eigenlijk hetgeen wat je aangaat. Dus wat ik ook wel zie. Dus je bent wel ergens mee bezig. Dus focus je dus ook op één ding. En je zult zien dat... met de zegenwagen je ook succes gaat krijgen. Misschien heb je het al, maar dit is eigenlijk wat er nu in je energie ligt. Dus gebruik deze energie ook, zodat je ook vooruitgang en die beheersing. Want in een normale tarot zie je ook dat degene die op de zegenwagen zit geen teugels heeft om de swings eigenlijk te besturen. En dat is wel bijzonder, want dat betekent dat diegene vertrouwt op zijn eigen kracht. En dat is eigenlijk wat je zou moeten doen. En daarmee kun je ook zien dat jij gewoon door die wet van de aantrekkingskracht ook gewoon dat allemaal voor elkaar kan krijgen. En ook de discipline eigenlijk en beheersing die jij hebt meegekregen, dat het spirit je daar ook mee gaat helpen. En in de toekomst zie ik nog wel dat je twijfelt. Want kan echt te maken hebben met die zelfliefde, dat je gewoon angst hebt. Misschien iets niet te kunnen. En dat kan te maken hebben met het verleden. En dat kan in je jeugd zijn geweest, maar het kan ook nog van vorig leven zijn geweest. Dus dat er stukjes zijn geweest, waardoor jij gewoon heel erg bent gekrenkt en gekwetst. Waardoor jij jezelf misschien ook moest bewijzen. En dat is ook wat ik eigenlijk hier ook voel. Daarom heb je misschien ook de drang om jezelf te bewijzen, omdat... Je een soort van onzeker bent. Je wilt goed zijn en je wilt daar complimentjes voor. Omdat het je doet groeien en daardoor ook die onzekerheid die je kent ook wegneemt. Maar dat is eigenlijk de verkeerde. Want je moet al trots zijn op jezelf. Dus het niet buiten jezelf gaan zoeken. Maar dat kan nog dat er...
Dat je twijfelt. En dat kan op het gebied dus zijn van werk. Wat wil je? Of spirituele groei. Maar in ieder geval ben je nog wat aan het jiggelen. Ik ga even een kaart en of oppakken. Wat voor jiggles dat zijn. Je bent van... Het kan zijn dat je nog een beetje in twijfel zit. Want ik zie twee keer een twee. Wat is die twijfel? Kan ook financieel zekerheid zijn, maar kan ook met een persoon te maken hebben waar je twijfels over hebt. Wat moet ik weten van de staven 2? Oeps. Het is belangrijk om te bepalen wat je dus wil. Dat is, ja, spirit zegt bepaal. Want je hebt eigenlijk al een visie. Alleen je weet niet goed hoe je het moet aanpakken. En het kan dus zijn dat je misschien financieel steun nodig hebt. Of dat jij evenwicht zoekt in je financiën. Ja, het is belangrijk om die burdens los te laten. Spirit zegt eigenlijk, ik weet je hebt het heel zwaar gehad, maar het is de bedoeling om het los te laten en ook het pad, je visie gewoon helder te houden en ook gewoon het oude los te laten, zodat jij ook gewoon dat pad in kan gaan. Want we helpen jou. Oeps, ja. Het is dus wel echt, ja... Ja, zie? Ja, het is belangrijk om je doel voor ogen te houden. En ook hard te werken aan hetgeen wat je wilt. Dus het kan misschien wat energie kosten. Maar het is iets wat jij al goed kunt. Er is iets in je leven wat jij heel goed kunt. Wat je eigenlijk zonder moeite doet. Wat je ook geen energie kost. Maar eigenlijk energie oplevert. Maar het kan voelen als dat je, ja, dat je het al heel goed kunt. En dat is hetgeen waar je misschien over twijfelt. Dat het misschien te eentonig wordt. Maar... Spirit zegt, doe het wel, want doordat jij doorwerkt, krijg je ook weer ideeën en krijg je helderheid in wat jij wilt gaan doen. Zodat je ook die inzicht die je eigenlijk zoekt, ook verder kunt ontwikkelen en daar een nieuw pad in kunt gaan. Door middel van een cursus of iets wat op je pad komt, om dus eigenlijk die twijfel die jij hebt, hetgeen wat jij eigenlijk al goed kunt, ook te kunnen doen. Dus die geestelijke verrijking ook. Om dus, wauw, dat Wheel of Fortune gewoon vooruit te brengen. Wheel of Fortune is positieve karma. En dat zegt, je gaat er 100% voor. En dat gaat jou gewoon heel veel heling en wijsheid brengen. Maar vooral ook heling. Maar het is wel belangrijk om geduld te hebben met jezelf. Want het lot bepaalt ook eigenlijk. En dit is de kaart ook van de wet van de aantrekkingskracht. En die zegt ook... Het is belangrijk, je gaat je ook, mits jij dat pad ingaat en die keuzes gaat maken en ook dat doel voor ogen houdt, gaat het je zoveel verlichting brengen. En gaat het jou die spirituele harmonie ook, of een spirituele gebied ook rust brengen. Dus er kan iets zijn wat jij op spiritueel gebied, waar jij je verder in gaat ontwikkelen. Wat jou gewoon heel veel balans geeft. Kan ook zijn dat je iets met reiki gaat doen. Of in ieder geval helende dingen. Dat kan. Dat je dat in je hebt in ieder geval. Jullie zijn natuurlijk heel intuïtief. Maar in ieder geval is het wel iets. Dat je dromen uit kunnen komen. En het kan ook heel goed zijn dat er iemand op je pad komt. Die dus, waar jij een spirituele connectie mee hebt. Waar je misschien goed mee samen kan werken. Of misschien dat het een liefdesrelatie is. Dat hoeft natuurlijk. Het is niet een liefdesreading. Maar... Het kan ook heel goed zijn dat er iemand op je pad komt waar jij dus een spirituele connectie mee hebt. En dat hoeft niet altijd natuurlijk liefde te zijn, maar het kan wel. Ik ga nog vragen ook die... Oeps. Ja, de Three of Cups.
Ja, er is iets wat jij moet afsluiten. Het kan zijn dat jij een contract of iets, of met vrienden, misschien dat je bepaalde mensen moet loslaten, waarvan jij dacht, waar jij gewoon best wel veel energie in hebt gestoken. Maar het kan ook zijn dat er een third party is, want ik heb hier de Queen of Cups. En de Queen of Cups staat vaak ook voor een minnares. Dus het kan zijn dat jij iets moet loslaten uit het verleden, waardoor jij die transformatie dus aan kunt gaan. Waardoor jij dus ja, die zelfverlichting ook kan krijgen. En het kan dus zijn dat er iemand is geweest die dus een third party heeft veroorzaakt. Of het kan zijn dat er te veel liefde is gegeven, dat je voor jezelf moest opkomen, dat je dat hebt moeten loslaten. Waardoor jij dus jezelf kon transformeren in een nieuw pad, waardoor jij dus verlichting krijgt. En dat is heel belangrijk, want dat verdien je ook. Iedereen verdient liefde. En ja, vooral als jij iets lastig hebt meegemaakt. Want ik zie wel dat er veel is gebeurd in je leven, waardoor jij dus teleurgesteld. Je bent echt teleurgesteld. En dat kan in het leven zijn, maar ook in mensen om je heen. Je kan het nu wel beter begrijpen, is wat ik eigenlijk voel. Dus je weet nu wel beter hoe je daarmee om moet gaan. Maar het heeft je wel heel erg geïnfecteerd in je leven. En je bent nu eigenlijk op een punt, daarom twijfel je soms. Omdat je gewoon die angsten nog soms met je meedraagt. En het is belangrijk om die angsten gewoon los te laten. Die burdens die hier zit. Die vele ervaringen en groei eigenlijk ook meeneemt. Dus laat het los en laat jezelf ook groeien. Laat je zien. En ga niet overal in wat hier ligt. Maar doe het wel met liefde. Iets wat je al heel goed kunt. Wat eigenlijk vanzelf gaat. Dat is heel belangrijk. Zodat je ook meer inzichten kan krijgen en je daarmee verder kan ontwikkelen. Dat is heel belangrijk voor je. En daarmee ook gewoon zul je zien dat je ook zachter bent voor jezelf en niet te perfectionistisch. En ook ja, die kennis die je hebt en die trots en die empathie die jij hebt geleerd onderweg, wat gewoon niet makkelijk voor je is geweest waarschijnlijk. Maar dat heb je ook gedaan omdat je gewoon ja, jezelf wilde beschermen. Maar het is nu tijd om gewoon jezelf lief te hebben en ook je pad in te gaan. Want er is voor jou ook een missie en dat ligt voor je klaar. En daarvoor zou je je angsten aan de kant moeten zetten. Gewoon je visie helder moeten hebben en gewoon ervoor gaan. Dat is eigenlijk, want dat staat hier ook. Dit is een kaart van er 100% voor gaan. Gewoon doen waar je hebt zelf het lot in handen en gebruik dat ook. Want ja, je verdient het. En dat zal je zoveel heling en wijsheid geven, ook op spiritueel pad, maar ook misschien de liefde die je graag wil, dromen die uit kunnen komen. Dus ga daarvoor. Ik wens jullie al het goeds. Ik hoop jullie natuurlijk snel te zien in een van mijn andere readings. En mocht je natuurlijk een kans willen maken op het prachtige deck, doe een paars hartje en deze video liken en voor de reading een rood hartje. Ik wens jullie al het goeds. Doeg!